Hoi, Stefan hier, Barbecue Baas. In deze video de unboxing van een steeds populairder wordend product, de keramische tafelbarbecue. Het grappige van deze tafelbarbecue is eigenlijk dat ik hem al gezien had door mijn wekelijkse rondje door Intertuin. Daar ga ik eigenlijk wekelijks naartoe. Het is voor mij niet alleen barbecue, maar het is de hele outdoorbeleving. Dus je mancave, overkapping, planten, waardoor ik dan geen last heb wat betreft mijn hooikoorts. Maar je wilt gewoon dat je tuin er leuk uitziet. En tijdens mijn wekelijkse rondje, wat ik net al zei, zag ik hem staan. Ook deze griller. En toen vond ik hem eigenlijk al heel leuk. Je haalt letterlijk Scheveningen met mooi weer, haal je naar je tuin toe. En dat is voor mij wel een soort van jeugdsentiment. Dus we gaan eens kijken wat er aan de binnenkant wat erin zit. En dan gaan we hem eens lekker in elkaar zetten. Daarna gaan we hem uiteraard gaan we hem gebruiken. Dat is natuurlijk het allerleukste van dingen die je via social media aangeboden krijgt. Ik heb altijd wel gezegd, als ik dingen aangeboden krijg, dan wil ik wel achter dat product staan. Ik krijg ook wel eens dingen aangeboden waarvan ik denk, ja, wat moet ik daar in godsnaam mee? Dat promote ik ook niet. Maar ja, dit is echt iets heel erg leuks. Een aantal jaar geleden hebben we natuurlijk ook de Fukumette-trend hebben we gehad. Een rage waar ik zelf persoonlijk niet aan meegedaan heb. Want ik ben er heilig van overtuigd dat 80% die daaraan meedeed, Kumette gewoon hartstikke leuk vindt. En persoonlijk vind ik barbecue wel leuker. Maar een avondje lekker Kumette met familie en vrienden, daar kan ik echt wel naar uitkijken. Dus ik heb daar persoonlijk nooit aan meegedaan. En nu haal je eigenlijk het Kumette op een hele luxe manier naar buiten. Met een toch een soort van keramische barbecue. Dus we gaan lekker kijken wat er aan de binnenkant zit. Ik ga hem eventjes heel voorzichtig openmaken, want je zal net zien dat ik hem beschadig. Dat zou echt iets voor mij zijn. Het eerste wat me erop valt is gelijk het rooster die bovenop ligt. Ja, kom je ook kijken, jongen. Kom je ook kijken. Hm? Kom je ook kijken? Ja. Kijk maar mee. Zo, dit is de buitenkant. Gaan we het gaan tillen. Het rooster. En dit ziet er eigenlijk wel heel degelijk uit. Dus ik ben benieuwd of we er ook van die mooie grillrijtjes op kunnen grillen. En of dat we hem dan natuurlijk warm genoeg krijgen. Hier heb ik de beschrijving. En meestal kijk ik daar nooit naar. Dan zet ik hem maar gewoon op goed geluk in elkaar. En dat was ik nu eigenlijk ook van plan. Ja, het ziet er allemaal niet zo heel erg ingewikkeld als ik heel eerlijk ben. Dat moet allemaal wel lukken. Hier heb ik trouwens nog wat sausjes staan. Die heb ik erbij gekregen. Ze hebben tal van leuke dingen in het assortiment. Dus echt eventjes kijken op een Instagram pagina of op een website. Het is echt een heel leuk merk met heel veel leuke dingen. Ga je doen. Proefwerk. Zo, ik ben licht autistisch, dus dat moet ik allemaal apart houden. En een grate. Perfect voor een goede luchttoevoer. Denk ik. Ik zie wel een beetje dat het moet. Een aspookje zit er ook gewoon bij. Een sleutel. Ik doe er niets mee en dan ben ik hier vooral heel benieuwd naar. Het keramiek. Ah, mooie zware kwaliteit hoor. Luchtschuifje. Ziet er leuk uit. Ziet er absoluut leuk uit. Maar zelfs zit er nog een onderkant bij dat we het hele geheel op kunnen zetten met het mooie logo erop. Superleuk. Zo, eens kijken. Hou jij die even bij? Zo hebben we alles eventjes bij elkaar. Hier gaan we uiteraard mee beginnen. Nee, het is geen voerbak. Ik denk ook dat alles voor jou is. De grate, die past er perfect op.
En dan valt me eigenlijk meteen op, en dat laat ik zo meteen ook wel eventjes dichtbij zien, dat je er echt een hele mooie luchtstroom onder hebt. Dus er komt genoeg zuurstof bij. Dus ik verwacht eigenlijk wel dat die, zeker met de dikte van het keramiek, dat die echt wel hoge temperaturen kan genereren. En hij pakt natuurlijk continu ook aan de bovenkant pakt die lucht mee. Dus ik heb er wel vertrouwen in als ik heel eerlijk ben. Dit gaat aan de onderkant. Dit moet ik even allemaal daar zetten zo meteen. Oké. Dus die komen hierop inderdaad. En dan zo langs. Ja. Yeah. Top. Het rooster. Ja, het valt allemaal mooi in elkaar ook. Het ziet er allemaal netjes uit, moet ik zeggen. Ik ga hem eventjes in elkaar zetten. En dan gaan we hem daarna eens eventjes flink testen. Kijk lekker mee. En dan ga ik even aan de klus.